Hey mensen! We hebben net allerlei feestdagen achter de rug. De een vindt het geweldig en de ander vindt het verschrikkelijk. Maar naast deze feestelijke periode die we net hebben gehad, zijn er nog veel meer feestdagen door het jaar heen hoor. En waarschijnlijk ken je deze niet. Dit zijn de 10 raarste feestdagen. Ieder jaar wordt in januari de dag van de bedreigde advocaat gevierd. Wacht, sorry, ik snap dit niet helemaal. Waarom is dit precies een feestdag? Dit is toch geen feestje? Ik bedoel, hoe viert zo'n bedreigde advocaat deze dag dan? Hey Dylan, ik wil je feliciteren met je 80ste doodbedreiging vandaag. Gefeliciteerd! Meneer Hagens, ik heb een pakketje voor u binnengekregen. Nee, geen pakketje. Ga weg. Maar het zijn bonbons. Wat? Een bom? Nee, ga weg. Ik hoef geen bom. Ga weg. De Internationale Dag van het Naakte Nieren wordt jaarlijks georganiseerd op de eerste zaterdag van mei. In 2005 werd de dag opgericht door een Amerikaanse nudistenvereniging. Zij dachten dat het naaktuinieren zou bijdragen aan een goed zelfbeeld. Bruh. En ze hebben zelfs een website voor deze dag gemaakt. Hier, dat ziet er echt superleuk uit. Ja, ik weet niet hoor. Ik snap deze dag ook niet helemaal. Is het trouwens wel handig om naakt te tuinieren? La la la. Oh, wat een heerlijk vrij gevoel. Heerlijk dit. Ja. Heerlijk. Bungelt allemaal lekker. Hè? Een wilde paddenstoel? Die hoort helemaal niet in de tuin. Wacht eens even. Wilde paddenstoel? Wat? Deze dag kennen jullie misschien wel. Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van juli dit prachtige lettertype gevierd. Dit komt door de radio DJ's Koen en Sander die echt super fan zijn van dit oerlelijke lettertype. Maar hoe zou de wereld er nou uitzien als iedereen Comic Sans zou gebruiken? Hier, moet je je voorstellen, YouTube in Comic Sans. Of McDonald's in Comic Sans. Nou ja, eerlijk gezegd vind ik het nog best wel kunnen hoor. Maar kennen jullie misschien het prachtige Word Art nog? Jongens, daar moet een dag voor komen. Kijk dit! Is toch geweldig? Hoeveel boekverslagen ik hiermee heb gemaakt, jongens. Wat een prachtig lettertype is dit. Dus bij deze verklaar ik Dylan Hagens deze dag als officiële World Art Dag, dames en heren! Hey, World Art Dag! Hey. De Internationale Praat als Piraatdag komt uit Amerika. Sinds 1995 is het een feestdag waar je de hele dag door moet praten als een piraat en je ook zo moet verkleden. Arr, maar dat kan soms best wel lastig zijn als je bijvoorbeeld een Nederlandse mondeling hebt. Arr. Je hebt het boek De Vliegende Hollander gelezen. Arr, Scharminkel, ik prik je oog uit met mijn scimitar. Arr. Dylan, ik weet niet, maar je bent de hele tijd met een pen in een kussen aan het prikken en je hebt een maandverband op je oog geplakt. Ik weet niet, is dit een nieuwe trend of iets van je nieuwe video? Arr. Geef maar mij, die kan ik nog gebruiken. Zo. Iedere tweede woensdag van maart vindt de Nationale Poepdag plaats. What the f***? Bestaat dit echt? Ja, dit bestaat echt. Oké, maar wat voor liedjes zou je dan op deze feestdag gaan zingen? Prettige poepdag voor jou. Prettige poepdag voor jou. Prettige poepdag, prettige poepdag. Prettige poepdag voor jou. Hanky panky diarree, hanky panky diarree, hanky panky, hanky stanky, hanky panky diarree. Zijn stront is dik, zijn stront is dik, zijn stront is dik, zijn stront is dik. Ja dik, ja dik, ja dik, ja dik. Zijn stront is dik, zijn stront is dik. Ah, jongens, dit vind ik echt een hele zielige feestdag. Op 29 februari is namelijk de dag van de eendagsvlieg. Als eendagsvlieg moet je dan net geluk hebben dat je op die dag leeft. En 29 februari is ook nog eens in de 4 jaar. Oh. En daarom kom ik op voor de eendagsvlieg. Ik roep het jaar 2017 uit als jaar
van de Eendagsvlieg. Ik roep zoveel dingen uit. Nu kunnen gewoon alle Eendagsvliegen het hele jaar door feest vieren. En we hebben ook merchandise, hoor. Zoals feesthoedjes, taarten, ballonnen en allemaal leuke t-shirts. Het is vanaf nu niet verkrijgbaar. Antwoordapparaten en voicemails. Ja, het is altijd een beetje ongemakkelijk om die in te spreken, hè? Daarom bestaat er dus absurde antwoordapparaatdag. Op die dag mag je zo lang mogelijk flauw en nutteloos bericht achterlaten. Nou, en daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Even een voicemailtje inspreken. Ik ga Bas van Tingelen bellen. Dit is de voicemail van Bas van Peilingen. Bericht de naam... Peilingen? Ja, goedemorgen Bas. Je spreekt met Dylan. Dylan van het YouTube-kanaal Dylan Hagens. Waarschijnlijk weet je nou wel wie ik ben. Bas. Bas. Fijne ochtend nog. Oh, dit vind ik wel een mooie dag. Hier, kijk. Oh, lekkere kokosnoten. Oh, hier voel ik wel wat voor, hoor, van deze kokosnoten. Deze dag gaat over echte kokosnoten. Hè? Hoezo? Nou, om stil te staan bij het feit dat de kokosnoot voor mensen in de tropen een belangrijke bron van economische win en voeding is. Saai. Oké, nou ja, dan gaan we wel door naar... Ja, ik vind deze dag een beetje dubbel, hoor. Ja, van de ene kant vind ik het mooi, want mensen die in hun bed plassen, ja, die vinden dat natuurlijk super vervelend. Maar ze zijn nu wel allemaal herenigd samen. Maar van de andere kant durf je hier ook helemaal niet voor uit te komen die dag, want dat is natuurlijk super beschamend. Dus zullen we gewoon met z'n allen afspreken dat we voortaan op deze dag gewoon massaal in ons bed gaan plassen. Ook al plas je normaal niet in je bed, gewoon allemaal in je bed plassen. O jee, mijn blaas geeft een seintje. Het is tijd voor een fonteintje. Het is bedplasdag. Oh. De eerste donderdag van november is de man maakt het etendag. Natuurlijk zijn er wel mannen die gewoon koken, maar ik zelf ben er gewoon niet zo goed in. Toch Marit? Nee, je bent er totaal niet goed in, Dylan. Nou ja, eigenlijk weten we dat niet, want Marit laat mij gewoon nooit de keuken binnen. Ach man, jij wil nooit koken. Maar is goed, nee. Ik geef je wel een recept en dan mag jij dat gaan koken. Ja, oké, is goed. Zeg maar wat je wil. Doe maar een rood biefstukje met champignon roomsaus, gebakken aardappeltjes en geroerbakte spruitjes. Top, ga ik nu maken. Ik weet precies wat ik ga doen. Ik denk dat ik ook. Oké, let's do this! Doe niet te veel champignons, want champignons zijn groenten en groente is slecht voor je. Vlees bakken. En die gaan we dan heel zacht zetten, want Marit wilde dat rood. Doe een beetje roomsaus erbij. Zo. Champignons bij de roomsaus. Nou is de kwestie van even alles laten bakken en dan serveren. Oh wacht, de aardappelen. Oh! Kijk dat sap van dat heerlijke vlees eruit glijden, jongen. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. Zie hier maar het. Een sterrenmaaltijd, speciaal bereid voor jou. Het is een rood biefstukje met geroerbakte spruitjes en aardappelen met een champignon roomsausje. Ik kom er niet eens doorheen. Een rauwe aardappelen. Hoe heb je dit gedaan? Gebakken. Wat heb je gebakken? Ik heb champignons in een roomsausje gebakken. Ik zie niet dat deze gebakken zijn, volgens mij. Kun je hem wel eten? Ja, biefstuk kan je altijd wel rauw eten, dus ik ga het wel proberen. Oeh, dit is echt verdomde zout. En wat is nu de conclusie? Ik weet het al. Maar het mag blijven koken. Ah. Nou mensen, dat waren me toch een partijtje rare feestdagen. En ik vraag me natuurlijk af, ken jij nog rare feestdagen? Laat dat dan in de reactie weten. Wie weet, maak jij wel kans op in deze mooie pit. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Like deze video als je het leuk vond en klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Bedankt voor het kijken. Later!